De witte vlag van de baancommissarissen. Dat is vandaag niet op de mooiste beroep hier. Baancommissaris in de regen is altijd geven en nemen. Maar daar is de stand voor de stand en knap. Een van de plaatsen de favorieten hier. En daar hadden iemand in de greppel in stand nummer 8. Tom Hendriksen, dat is even het spoorbijster. Tom Hendriksen is uit de wedstrijd met zijn Opel. Maar aan de leiding staat ook de andere Opel hieruit. Een van de plaatsen de favorieten, de 853 van Mike Eskes. En toch wel enkele bekende namen bij, onder andere de 106 van de Patrick Peter Nederland. En de bondgezelschap trekt daar nu voorbij hier. Maar het is nog steeds de 853 van de Mike Hesters aan de leiding. Volgens de namens race in de 976 van de Geert-Jan Kuipers, de 827 van Rian Roosendaal en de 806 van de Patrick Nederland. Dat zijn de bijna aan de leiding. En daar zie ik ook nog een BMW erbij zitten, Roy Derksen, dit stand nummer 1917. Maar het deelnemersveld schuift iets in elkaar, het is niet meer zo duidelijk aan de leiding, daar 153, bij Kerskus. De 967 van de Gert-Jan Kuipers komt er naderbij. Er kan nog een mooie strijd worden hier. Daar zie ik helaas ook een overduidelijke deelnemer, de 575. Van de Pieter Peters, die daar in de greppel beland is in de chicane. En dus einde wedstrijd, maar daar is de koploper alweer. De 853 Mike Eskes, daar achter de 967 van Gert-Jan Kuipers. En op de derde plaats de 827 van Briano Roosendaal. Meneer is in Brederland, de 806. De 32 van Dirk Hooyman, de 970 de BMW Roy Derksen. De 38 en de 707 die te koop is. Vandaag van de Remco 7, staat over de 707. Als u nog mee wilt doen dit jaar, kunt u daar zich even melden. Hij is te koop deze wagen. Maar daar zie ik inmiddels de koploper al komen, dat is Mike Eskes. De wagen in de kleuren van de Lamers Racing. Maar hij heeft het zwaar, hij heeft het heel zwaar. En daar is een aanval voor de start nummer 967, Gert-Jan Kuipers. Zij aan zij gaan ze nu naar de lange bocht. De 827, de meest afwaardend, Brian Roosendaal. Maar het is de 967 van Gert-Jan Kuipers. Terwijl de regen nu met pakken uit de lucht komt, is het toch Gert-Jan Kuipers aan de leiding in de wedstrijd. Voor Mike Eskes, 853. Die toch even moeite had om het goede spoor te vinden. De 827, die heel veel risico neemt. Brian Roosendaal op de derde plek. Staat op de 32, Dirk Hooyman op de vierde plaats. En daar zien we de koploper komen. De 967 van Gert-Jan Kuipers. Gert-Jan Kuipers hier verdiend gewonnen voor de 853. Van de Mike Eskes. Daar we achter de 827 van de Brian Roosendaal. En daar we achter de 32 de poortje van de Dirk Hooyman. En op de vijfde plaats de 917 Roy Derksen. En dan zien we de hele lange tijd hier niks komen. Er zijn toch wel enkele rijders die versneuveld. Die moeten afgesleept worden. Hier de onvertuidelijke nummer 8, Tom Hendriksen. Daar is 38 ook in de Mark en Vredehoorn. De sponsor door Korgerood uit de Heurlijn en Wasserveld. Daar is de 707 de man die hier de wagentje te koop aanbiedt. Remco Stevens.